Goedemorgen gemeente. Ben ik te verstaan achterin? Ja? Goedemorgen gemeente. Fijn dat u hier aanwezig bent bij deze stadszondag in de open lucht. Ook een warm welkom aan de gasten in ons midden. Deze dienst heeft als thema Goede Buren. De muzikale begeleiding, heeft u al gehoord, wordt verzorgd door de kopergroep Wilhelmina Brass. En we vertrouwen er nu natuurlijk op dat het mooi weer blijft. De zon komt erdoor, dus dat komt allemaal goed. Na de dienst is er koffie en gelegenheid voor een broodmaaltijd. En dan vraag ik nu Hanna om naar voren te komen om de kaars aan te steken. Dankjewel Hanna. Dan wens ik u ons allen een gezegende dienst. Laten wij stil zijn voor God. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Wij zingen Komt nu met zang en roer de snaren, Psalm 33. Deze gelegenheid een mooi bloemstuk gemaakt
een bloemstuk dat past bij het thema van de dienst. Een veelkleurig, veel bloemig stuk. Want er zijn heel veel mensen. Rood, wit, roze, oranje. Sommigen staan rechtop. Maar er zijn ook mensen die zich geknakt voelen. Gebroken. En ook die zien wij in dit stuk terug. Ze zijn mooi. Zowel liggend als gevallen als rechtop. Al die bloemen die reiken ook naar degene die hulp kan geven. Die zorg kan geven. Mag ik u misschien helpen? Laten we samen bidden. Heer, wat is het goed om hier zo samen te zijn. In zo'n hele nieuwe omgeving buiten. Met een licht zonnetje op ons hoofd. Windstil. En om dan te zingen over uw liefde en trouw. En u te danken voor alles wat u ons schenkt. Wij geloven in u, God. En wij geloven ook dat u ons in Christus de weg toont naar uw koninkrijk. Maar soms vinden we het ook heel moeilijk. Want dan zien we het lijden in de wereld, de vluchtelingen in nood en conflicten in het groot, maar ook in het klein, die niet op te lossen lijken. Heer, soms lijkt het wel alsof u het niet voor het zeggen hebt, maar de macht en het geweld en zelfs de dood. En het is daarom dat wij namens onszelf en namens al diegenen die geen stem hebben, bidden, smeken. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen. Thank you.
We geloven tot de dienst van het woord. De Heer zij met u. Laten we bidden. Vader in de hemel, wij zijn hier gekomen om zelf te bidden en zelf te zingen. Om ons tot u te richten. Maar u wilt ook naar ons toekomen met uw woord. Heere God, spreek tot ons, zodat ons hart open gaat. En wij aangeraakt worden door uw liefde. Kom met uw Heilige Geest in ons midden en zegen ons. Amen. De kinderen, er zijn er wat kinderen, mag ik hopen, die het leuk vinden om even dichtbij te komen. Er zijn hier bankjes. Ik vind het leuk als jullie wat dichterbij komen, anders kan je niet goed zien wat er hier voor allemaal gebeurt. Kom maar hoor. Hanna en Seth en Mark, vind jij het ook leuk om even naar voren te komen? Het spel wat u nu gaat zien is een spel wat voor groot en klein is bedoeld. Dus het is niet zo dat u nu even in kan dutten. Het is vaak zo dat in het kindergebeuren de moraal of het verhaal nog wat duidelijker naar voren komt dan in het rest. Ik wil een verhaal vertellen over een jongen van 12 jaar. Wie van jullie is al 12? Nog niet? Is er iemand van 12? Oh, ja daar! Wil je dichterbij komen? Vind je dat prettiger? Dan kan je beter zien hoor, want dan zie je het is straks. Kom maar. Ja. Ja. Graag, kom maar op de bankje zitten. Het gaat over een jongen van 12 jaar. Oké. Best wel groot als je 12 bent, maar niet super groot. Want als je 12 jaar bent, dan mag je al heel veel zelf. Je mag zelf op de fiets naar school. Klopt dat? Ja, je mag zelf op de fiets naar school. En je hoeft niet alles meer aan je vader of moeder te vragen. De jongen over wie ik het heb is 12 jaar. En hij heet Thijs. Nou, eens even kijken of Thijs zich even wil voorstellen. Kijk eens, daar heb je hem. En hij heeft een prachtige fiets. Zie je dat? Thijs zit op de grote school en met heel veel andere kinderen. Vindt hij hartstikke leuk. En wat hij er zo leuk aan vindt is dat de meesters en juffen aardig zijn en de andere kinderen. Hij leert er van alles. Juf Marianne vindt hij het allerliefst. Die kan zo mooi vertellen. Thijs zegt het natuurlijk niet aan de andere jongens, maar eigenlijk is hij een beetje verliefd. Op juf Marianne. Maar dat is niet zo belangrijk hoor. Juf Marianne vertelt over de Bijbel en over God en dat doet ze super. Thijs is blij met deze juf. Kijk, daar heb je er. Op school zijn ook natuurlijk heel veel kinderen die groter zijn dan Thijs. Sommigen zijn al 16 jaar. En een van die grote jongens die woont naast Thijs. Dus de buurjongen, Stefan. Hele leuke vent. En Thijs heeft, of die Stefan heeft heel veel vrienden. En weet je wat zo leuk is? Hij is altijd aardig tegen Thijs. Hé, buurjongen, zegt hij dan, als hij Thijs ziet. Stefan en Thijs, die kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Dus leuk hoor, als je een leuke buurjongen hebt. Dat was Stefan. En dan is er ook nog een hele strenge meester. Hij is de baas. Meester kijkt altijd een beetje streng. Maar hij bedoelt het goed hoor. Ja. Hij bedoelt het goed en hij zegt altijd van weet je, je moet goed zijn voor elkaar en je moet aardig zijn voor elkaar. Dan komt het goed. En dan zijn er natuurlijk al die andere jongens en meisjes op de school.
Hele leuke kinderen allemaal, maar ook een paar beetje eng. Thijs vindt altijd dat ze zulke harde muziek maken. Thijs is er een beetje bang voor. Hij gaat snel weg als ze eraan komen. Nou, dan zou ik ook snel wegrennen hoor. Maar goed, vandaag is het een leuke dag. Hij heeft een leuke dag gehad en nu is alles klaar op school en Thijs gaat naar huis. Want straks eten ze pannenkoeken. Nou, daar heeft hij heel veel zin in. En hopelijk heeft zijn moeder wel genoeg stroop. Want met stroop vindt hij die pannenkoeken het lekkerst. En op weg naar huis denkt Thijs aan de school en aan de juf en aan de pannenkoeken. En dat hij straks gaat voetballen met Stefan. Hij vergeet goed op te letten. En daar ligt hij. Dan ben ik van mijn fiets gevallen. En mijn been. Jongens, wat is er met mijn been? Mijn been doet zeer, zeg. Kan ik mijn been nog wel bewegen? Mijn been doet erg pijn. Ik zal eens proberen om op te staan. Kijken of dat lukt. Ik kan beter blijven liggen. Wat doet mijn been een pijn. Wie helpt mij? Wie helpt hem nou? Gelukkig, er komt iemand aan. Het is juf Marion. De liefste juf van de school. Thijs denkt, hij had gedacht dat juf Marion hem wel zou helpen. Maar ze loopt zomaar door, dat heb je gezien. Hé, juf Marion, wat doet u nu? Ja, Thijs. Thijs, ik zie het wel hoor, dat jij daar ligt met je nieuwe fiets. Maar ik heb nu echt geen tijd om jou te helpen. Ik moet de gouden boeken naar de bibliotheek brengen, want anders zijn ze te laat. Thijs, sorry hoor, maar ik moet nu echt gaan. Nou, daar ligt hij dan niet, Thijs. Wat moet er nou toch gebeuren? Maar gelukkig komt er toch nog iemand langs. Thijs! Ben jij dat? Ben je gevallen? Ik ben met de jongens aan het voetballen, joh. Kom je zo meteen ook, Thijs? Ja, ik heb echt geen tijd hoor om je nu te helpen met je fiets. Maar als je weer opgestaan bent, kom je dan met ons voetballen? We zijn achter op het pleintje. Nou lig ik hier maar. En de juf en mijn buurjongen die hebben me helemaal niet geholpen. Ik kan echt niet meer omhoog komen. Wacht, ik probeer het nog één keer. Ik kan maar een klein eentje. Dat been wil echt niet verder omhoog. Wie helpt mij toch? Zo, Thijs. Jongen, ben je gevallen? Dat is ook wat. Nou, sta maar gauw weer op, Thijs. Dan kun je naar huis. Wat een toestand, zeg. Thijs op de grond en niemand helpt hem. De lieve Marian niet, buurjongen Stefan niet en zelfs die strenge meester helpt hem niet. Hoe moet het nou toch verder? Jongens, nu wordt het alleen nog maar erger. Er komt een van die hengerts aan. Hé! Zeg,
Ben jij dat? Ken ik jou niet van school? Je zit toch bij mij op school, zeg. Waarom lig je daar op de grond? Oh, ben je gevallen? Oh jee, nou dat is ook wat, zeg. Weet je wat? Ik zal je even helpen. Ik zal je wel even helpen opstaan. Oh, je been bloedt ook een beetje, zeg. Zullen we dat eerst maar eens even verbinden? Wacht, die fiets moet maar even aan de kant. Zo, die zal ik even wegzetten. Eens even kijken. Zo, dan kan ik er beter bij. Hopsakee. Nou, eens even kijken hoor. Ik heb gelukkig een zakdoek meegenomen. Zo. Misschien kunnen we Thijs' been eerst wel eventjes verbinden. Selena, kan jij mij even helpen? Want ik moet Thijs even vasthouden. En als jij nou even die zakdoek om zijn been bindt. Ik denk dat het dit been... Au, 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 au! Niet zo hard! Dat doet zeer... Ja, dat been is het. De zakdoek er maar netjes omheen. Niet zo piepen hoor, Thijs. Een beetje stoere jongen ben je toch wel? Nou, dat ziet er keurig uit. Je mag wel weer gaan zitten, Selena. Heel goed gedaan. En volgens mij, Thijs, kun je nou wel weer staan. Dan breng ik je nog even naar huis. Oh, oh nou, dat gaat echt niet lukken, hoor. Ik krijg de benen niet recht vooruit. Ik ga weer liggen. Nee, dat lukt echt niet. Nou, dan zit er maar één ding op. Dat je bij me achter op de rug springt. Nou, springen zou ik niet doen, Thijs. Ik help je even. Zo. Klim maar op mijn rug. 1, 2. Hou je goed vast. Heb je je goed vast, Thijs? Ja, zit je lekker? Daar gaan we. Zo. 1, 2. Hopsakee. Ik breng je wel even naar je moeder toe. 1, 2. Even een sprong omhoog. Hopsakee. Daar gaan we. Zo. Goed zo, Thijs. Hou je goed vast hoor, het duurt nog even. Daar zijn we er. De Engert brengt Thijs naar huis. En Thijs is heel blij. Na een week komt er een kaart. En die ligt bij hem in de bus. Hey, Thijs, wat is dat voor kaart? Hey, dat is van buurman en buurman, toch? Ja, die heb ik gekregen. Van die Robin heb ik hem gekregen. Oh. Kijk maar wat er achter op de kaart staat. Hij kwam met de post. Hoi Thijs, ik hoop dat het beter met je gaat en dat je snel weer naar school mag. Groetjes Robin. Wie is nou Robin? Nou, Robin, dat was nou die jongen die mij geholpen heeft. Oh, hij heet Robin. Ja, en het is eigenlijk helemaal niet zo'n Engert hoor. Hij is best heel aardig. Ik heb een keertje afgesproken om bij hem thuis naar zijn muziek te luisteren. Ja, leuk zeg. Nou, veel plezier. Heel erg leuk. Ja, en volgende week mag ik weer naar school. Ja, leuk. Nou, dat was het spel. Samen spelen we als een.
uit de Bijbel en Maya leest ons voor. Er kwam een wetgeleerde die hem, Jezus, op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel, en met heel uw kracht, en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat, en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: Zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: De man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo. Lord, tell all.
Gemeente van Christus en alle gasten hier aanwezig. Ruim een jaar geleden is er een groep jongeren vanuit deze Oosterkerk naar Gambia vertrokken. Bepakt en bezakt waren ze met kleren, geld en spullen van zichzelf en ook wel van goedgeefse anderen. Veel daarvan zouden ze weggeven. En daarnaast was iedere deelnemer van plan om hard aan de bouw van de school in Jambanelli te werken. Alles met het doel om de kinderen daar te helpen. Alles met het doel om de naasten te dienen en misschien zelfs wel lief te hebben. Toen ze 3 weken later in Hogeveen terugkwamen, zagen wij vermoeide, maar ook opgetogen en intense gezichten. De koffers waren minder vol, de spieren wellicht wat stram, maar er was ook nog iets anders te zien. Iets nieuws, een verrijking. En later hoorden wij de verhalen, dat wat die Hogeveense jongeren allemaal gegeven hadden, maar vooral ook wat ze ontvangen hadden aan gastvrijheid en vrolijkheid, wijsheid, ja, en ook liefde. En toen dacht ik zo, wie heeft nou eigenlijk wie geholpen? Wie is nu eigenlijk wiens naaste geweest? Over zo'n omkering gaat, en over zo'n verandering van perspectief gaat ook het verhaal dat we net gehoord hebben. De Bijbel vraagt ons om onze naaste lief te hebben als zichzelf. En we weten dat allemaal, en ook mensen die niet vaak naar de kerk gaan, zijn zich ervan bewust dat dit een belangrijke regel is in een mensenleven. En de wetgeleerde uit het Bijbelverhaal kent het ook heel goed. Maar ergens krijgt hij, en ik eigenlijk ook, er soms ook een lastig gevoel bij. Want als we Gods gebod tot naastenliefde echt tot ons door laten dringen, dan denken we ook al snel aan die momenten dat dat niet lukte. Dat we die liefde niet gegeven hebben. Ik denk aan die keren dat ik mijzelf belangrijker achtte dan anderen. Of dat ik er gewoon even geen zin in had. De ander in de kou liet staan. En de wetgeleerde zit denk ik ook met dit probleem. Hij kent het gebod van liefde voor de naaste,
Maar hij voelt ook dat hij tekortschiet. Ik wacht eventjes dat jij bent gekomen. Het is ook zo'n lange pad, hè? Hij voelt dus dat hij tekortschiet. En daarom gaat hij naar Jezus toe en dat doet hij om zichzelf te rechtvaardigen. En daarmee wordt bedoeld dat die wetgeleerde van dit nare gevoel af wil. Hij wil niet voelen dat hij tekortschiet. Hij wil geen gat in zijn hart. Hij wil zich goed voelen. Hij wil goed zijn. Misschien lijken u en ik wel een beetje op die wetgeleerde. Als wij nou maar precies omschreven zouden krijgen wie die naaste is. Misschien zouden we dan wel van dat rottige gevoel afkomen. En dus gaan we naar de kerk en naar Jezus. Maar Jezus heeft in de gaten hoe een goddelijk gebod, dat op zichzelf zuiver is en goed, hoe dat toch verkeerd kan uitpakken. Want als we onze naaste liefde gebruiken voor onze rechtvaardiging, voor ons eigen goede gevoel, dan wordt die naaste als vanzelf een ding of een methode. Sommige mensen met een handicap kunnen ons dat heel goed uitleggen hoe dat is om object te zijn van iemands naaste liefde. Je staat in de rolstoel aan de kant van de weg en er komt een voorbijganger langs. Oh, u wilt oversteken? Oh, ik help u wel. En voordat je het weet, staat je met de rolstoel aan de overkant. En dat terwijl je gewoon op iemand stond te wachten. Je wilde hem niet naar de overkant. Ook in wat minder pregnante vormen komt het voor dat in de naaste liefde die naaste helemaal geen mensen zijn, maar objecten om zelf aan een goed gevoel of een gelukkig gevoel te komen. En dan kunnen we onbedoeld, denk ik, verstrikt raken in onze goede bedoelingen en goede daden. Want die hebben dan eigenlijk niks met die ander te maken, maar veel meer met onszelf. En Jezus ziet dat en daarom vertelt hij dit verhaal. Het verhaal over een man wiens weg niet naar boven gaat, naar Jeruzalem, maar naar beneden, naar Jericho, naar omlaag, naar de dood, naar ongeluk. Daar ligt hij langs de kant van de weg, zwaar gewond. Hij is niet in staat om zichzelf te redden. Wie zal hem oppakken? Wie zal hem verzorgen en hem thuis brengen? De wetgeleerde luistert naar Jezus. Heeft hij al in de gaten hoe Jezus met dit verhaal zijn leven op zijn kop wil zetten? Voelt hij al hoe Jezus hem al vertellende in de war wil brengen? En hem ook een nieuw perspectief wil bieden? Beseffen wij dat Jezus met die naamloze, gewonde man daar langs de weg eigenlijk ons op het oog heeft? Dat wij het zijn die daar liggen, met ons tekort, met ons gebrek. Dat wij daar gewond zijn, slachtoffer zijn. Een priester komt voorbij, een leviet, dienaars van God, kenners van de wet, maar ook zij gaan de verkeerde kant op. Zij gaan niet op naar Jeruzalem, maar naar beneden, naar Jericho, bergafwaarts. Ja, ze hebben in de tempel gediend, ze hebben geofferd, ze hebben zichzelf met hun religieuze daden een goed gevoel bezorgd. Ze zijn zeker. De problemen tussen God en hen zijn opgelost. Ze voelen niet de ingewikkeldheid van het bestaan. Ze voelen niet dat er ook zoveel dingen zijn in hun leven die de liefde weerspreken. Ze zien hun eigen nood niet. En dus zien ze ook niet het gebrek en de nood van de man langs de kant van de weg. Hij is een vreemdeling voor hen. Ze hebben niets met hem te maken. Net zei ik, misschien heeft Jezus met die gewonde man langs de kant van de weg ons op het oog. Maar het zou ook kunnen dat hij daarnaast vindt dat wij op die leviet en op die priester lijken. En als ik die vraag bij mezelf toelaat, dan schokt het me
om bij mezelf te constateren hoezeer ik soms op hen lijk. En dat vooral op de momenten dat ik denk dat het allemaal zo goed voor mekaar denkt te hebben. Keurig dominee zijn, niemand iets kwaads zeggen en af en toe geld naar een goed doel. En het mooie van alles nog, ik doe het allemaal zelf. Ik ben van niemand afhankelijk, niet van anderen en niet van God. Voelt die volgende voorbijganger, voelt die Samaritaan zich ook zo zelfverzekerd, zo goed over zichzelf? Ik denk het niet. In Juda is hij degene die er niet bij hoort. Hij heeft een ander geloof en een andere cultuur. Hij is een vreemdeling. En in tegenstelling tot die leviet en tot die priester, heeft hij het niet voor elkaar. In de ogen van de groegemeente en misschien ook wel in de ogen van zichzelf, weet hij, ik ben iemand die tekort schiet. En ik ben iemand die tekort komt. Ik blijf in gebreken. En toch denk ik dat juist dit bewustzijn van zijn eigen gebrekkigheid maakt dat hij geraakt wordt. Tot diep in zijn buik. Als hij daar die gewonde man langs de kant van de weg ziet liggen. Want voor deze Samaritaan is die gewonde man geen vreemdeling. De gewonde is iemand die op hem lijkt. Hij is als die man. Zou Jezus, als hij dit verhaal zo vertelt over die Samaritaan, ook aan zichzelf denken? Ik denk het wel. Want hij, Jezus, is namelijk door zijn woorden en daden ook een soort vreemdeling. Hij gaat bewust de weg niet omhoog, maar naar beneden. Bewust de weg van het kruis. Hij zal verguisd worden en vernederd, ja, geslagen, zelfs gedood. En dat zal hij uiteindelijk ook, ja, daar zal hij eigenlijk in zekere zin ook voor kiezen. Omdat hij alleen zo, net als ons kan zijn. Omdat hij dan onze naaste kan zijn, ook in onze nood. En zo ons zijn liefde kan geven. En na die gelijkenis stelt Jezus een vraag die net zo simpel is als wijs. De wetgeleerde had gevraagd, wie is mijn naaste? Hij wilde namelijk zichzelf rechtvaardigen en kon de naaste daar goed voor gebruiken. Maar na het verhaal stelt Jezus hem een wedervraag. Wie is de naaste geworden van die beroofde man, van dat slachtoffer? De wetgeleerde kan er niet meer omheen. Die man, daar half dood langs de kant van de weg, dat is hij. Wat Jezus nu doet in dit Bijbelverhaal, in dit verhaal, is de wetgeleerde en ook ons laten zien dat wij niet zomaar een naaste kunnen opzoeken in Gambia of aan de Leeuweriklaan of ergens in Krakeel om goede daden aan te verrichten. Een reisje naar Afrika, een mooie collecte voor de zielige naasten en we hebben het voor elkaar. Nee, de diepere waarheid is dat wij in de eerste plaats zelf een naaste nodig hebben. Als het erop aankomt, blijven we allemaal in gebreken. We kunnen het niet zelf. En we kunnen onszelf ook niet redden. We hebben Jezus nodig. En hij is niet een naaste, maar onze naaste bij uitstek. En deze unieke naaste wordt in de gelijkenis verbeeld door een vreemde, door een ander, een outsider, een buitenlander. En in hem herkennen wij Jezus. En zo denk ik dat wij Jezus ook kunnen herkennen in al die andere outsiders die ook in onze samenleving zijn. Zij kunnen onze naasten worden, dat wil zeggen onze helpers. En dan blijkt, als we met die bril gaan kijken, dan blijkt die enge buurman of die rare buurman met die vreemde gewoonte en die vreemde praat en die hobby's en die vreselijke muziek,
dan blijkt dat nou net degene te zijn die bij jou het eerste aanbelt. Hé, ik dacht, je gordijnen blijven maar dicht. Ja, we spreken elkaar wel nooit, maar ik wilde toch even vragen, is er iets bij jou aan de hand? Of die collega bij jou op het werk in geen enkel opzicht paste in het team. Je ergert je aan haar, zoals zij zich altijd buiten de groep plaatst. En toch is het nou net die collega die naar de baas durft te gaan, om te zorgen voor meer menskracht op de afdeling. Ja, en dan is het ook nog zo dat Jezus aan het einde zegt, doet gij even zo. Dat klopt. Jezus wil dat wij net zo barmhartig zijn als de Samaritaan en hij. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij dat alleen kunnen, dat we pas alleen echt kunnen helpen, als we ook weten wat het is om geholpen te worden. Voor ons is het de eerste stap om te ontvangen. Ontvangen van Jezus, de vervuller van de wet. En echt, laten we uit ons hoofd halen dat wij dat allemaal zouden kunnen. Wij zijn geen liefdadige almachten, wij zijn niet God, we zijn ook niet zijn zoon, we zijn mensen. Wij blijven altijd, er blijft altijd een iets wat niet af is. Maar wij worden bemind. En wij krijgen liefde gratis en voor niets. En die liefde maakt dat wij mogen, kunnen, ja zelfs moeten liefhebben. Niet als middel om ons heil of een plekje in de hemel te bereiden, maar wel omdat wij in die nood van die ander onszelf herkennen. Omdat wij naasten zijn van elkaar. Omdat wij elkaar gegeven zijn. Amen. Thank you.
Gambia gehad. Er is weer een nieuwe groep die alweer een tijdje bezig is over het inzamelen van geld en met het vormen van een groep. En ik wil jullie uitnodigen om naar voren te komen en jullie zelf voor te stellen. Goedemorgen. Ja, grote groep hoor ik onderweg al fluisteren. En we zijn niet eens compleet, want er missen er nog drie, dus die zullen we straks nog benoemen. Ja, we zijn inmiddels al 3 jaar bezig, dus ik denk dat onze doelstelling bij de meesten hier wel bekend is. Maar ja, we wouden ons als nieuwe groep in voorstellen. Volgend jaar zomer, 2016, gaan we die kant weer op met elkaar. En, ik zal beginnen met mezelf en zodra ik een... Ik noem alle Gambia-gangers even op. Zal ik met mezelf in Londen beginnen. De mondelijkheid ook vast. Dus dan, ja, goed. Wat ons vooral motiveert is dat wij graag iets met de jongeren doen in de gemeente. Samen met anderen doen we de Tienerkerk al een paar jaar. En ja, daar zijn we vrij veel bezig met de jongeren natuurlijk ook en wat hun beweegt. En ja, goed, in de Tienerkerk, we zijn in de Poppenspel. En jammer, vorige week hadden we het over Elia. En Elia die ging er over het teken. En hadden we het met de jongeren ook over een teken. En ja, toen begonnen wij van, ja, Elia die... kon een offer goed in de brand steken, dan stond hij onder het water. En goed, met de jongeren ook gesprek en van goed, ja, maar hoe gaat dat nu dan? Ik zei ja, vraag om een teken, ja, zoek hem. Maar goed, nu gaan we naar Gambia en dan denk je van ja, nou, misschien een brandende braamstruik of ja. Of straks zo, als de klokken gaan om 10:30 of om 11:00, even een klein bliksemschichtje op de kerkklok. Het zou fijn zijn, maar ja, dat gaat vast niet lukken. En, de zon, ja, dat kan ook. Maar ja, dan straks in Gambia, dan denk je van ja, ik kan ja, uit ervaring vertellen dat God heel dichtbij is. Je voelt hem ook dichtbij, maar helaas, dat tekentje is er niet. Dus voor ons jongeren zal het ook weer jammer zijn, maar het gek is, we gaan eraan het werk. En ondertussen zijn wij waarschijnlijk voor die mensen wel een teken van God. En dat is wel leuk. Dus je zult zelf niks zien, maar je bent er een. Misschien is het nog mooi. Wat ons, ja, daarnaast als jongeren van Gambia, dat, als, ja, wat een van onze doelstellingen is om betrokken te zijn bij de gemeente en de gemeente bij ons, dat de gemeente bij ons betrokken voelt. En wij voelen dat al 3 jaar als zeer warm en zeer prettig. En ja, we hopen dat u nog een jaartje met ons mee wilt gaan. En ook een van allerlei zaken wat organiseren, zal ik straks even benoemen. Ik ben nu de tekst kwijt. Oh, wow. Ja, dat stukje stond er niet in, dat bedacht ik me vannacht nog even. Ja, het enige wat in herstaan is belangrijk is wat ik vind, is inderdaad van het delen. Wij onze rijkdom, wat moeten wij ermee? En wij geven een beetje van onze rijkdom weg met pijn en moeite. En wat wij daar zien is inderdaad dat die mensen daar... met ons delen in hun armoede. Dat beetje wat ze hebben, geven ze met liefde weg. Goed, dan zal ik nu verder gaan met de groep, want dan wazel ik door. Ik had ze allemaal gevraagd, ja, we doen het op de moderne manier. Ik had ze allemaal gevraagd om in een appje van maximaal 3 regels mij hun idee of motivatie door te sturen. Dus ik heb er een beetje aan elkaar getypt. Mariette, ja, u ook allemaal bekend van de diakonie natuurlijk. Mariette heeft bij het vorige project, waar Annemieke, haar dochter, meeging, heel actief meegeholpen en bij alle acties en wil nu graag ook zelf meemaken wat zij in 2014 heeft meegemaakt. En zoals ze zelf zo mooi zei is van, ik wil letterlijk en figuurlijk graag verder kijken dan mijn neus lang is. Nou, Christine, ja, de oma van de groep, gaat al 11 jaar naar Gambia en sinds vorig jaar mag ze haar ervaring met de jeugd van Gambia delen.
Vooral het delen en het zien hoe de jeugd daar leert, is voor haar een mooie ervaring. Als jullie stappen naar voren, dan zie ik jullie naam noemen, want ik, misschien niet alle mensen jullie kennen. Ja, Christine was wel bekend, maar we gaan nu verder met Suzanne. Suzanne is zich mooi van geraakt en nieuwsgierig door de verhalen van vorig project. Wil ze nu zelf graag een steentje bijdragen en zelf te ondervinden hoe de mensen daar leven en toch op grote wijze te kunnen helpen. Ze wil zich graag sterk maken voor dit project. Nou, dat kan ik vertellen, dat doet ze zeker. Raymond. Inmiddels te oud voor het papleven, maar je zus en je moeder zo begaan zijn zelf graag een ander helpt. En zoals je zelf zei, dat je graag een ander helpt en van reizen houdt, is dit natuurlijk wel een hele mooie uitdaging. Loes. Zij is zo mooi in haar stukje dat ze op tv wel eens heeft gezien over ontwikkelingshulp in Afrika. En wil de plaats en levenservaring op doen en weten hoe het is en het voelt om er zelf te staan. Een bijzondere levenservaring. Nou, die levenservaring, er zijn er meerdere die dat kunnen bevestigen. En dat je daar bent, met je eigen oog ziet hoe de mensen daar leven, inderdaad. Dat doe je een levenservaring mee op. Zelfs de geur, die roept van alles op. Voor wie wil weten waar de kreet wegkomt, geld stinkt, nodig ik er straks uit om even allen de neus in deze envelop te steken. Ik heb wat Gambiaans geld meegenomen. Nou, ja, geld stinkt. Maar het gekke is, het stinkt. Maar over herinneringen van, als ik thuis dat envelopje liggen, dan steek ik graag de neus erin en denk van, Gambia. Maar als je daar veel goeds doet, doet het in een korte tijd een mooie levenservaring op. Wat mij de eerste keer als een klap om de oren kwam, en wat de dominee net ook zo mooi voor horen is van, ja, je kunt er wel wat doen, maar je doet een beetje en je kunt zeker niet iedereen helpen. Maar dat ervaren we volgend jaar helaas. Ja, hij is niet aanwezig, maar u kent hem waarschijnlijk allemaal wel. Hij is vorige keer ook mee geweest, Robin Bronswijk, maar helaas vandaag niet aanwezig. Voor de meesten van jullie vast van de bekende, maar zijn woorden waren inderdaad dat hij vorige keer van de partij was. En het erg duidelijk was toen hij hoorde dat er weer een project was gestart. En als er weer een groep gaat, ga ik zeker weer mee. Dus ja, helaas vandaag niet. En ja, Robin moest ook mee, want we zijn met veel dames en we hebben ook verteld wat er allemaal op zo'n hotelkamer rondloopt, s'nachts aan ongedierte. Dus Robin is onze ongediertebestrijder, te blijken. Nou, en dus ook niet aanwezig is helaas Sharon, zijn zusje, die gaat ook mee dit keer. En zij gaf nog aan inderdaad, als je op tv of in de krant alle ellende ziet in de wereld, dan denk je op een dag, ik ga ook helpen. En als je broer al een keer is geweest, ja, dan is het wel een extra stimulans om je aan te sluiten. En dan hebben we, ja, Vera. Ja, die is er wel. Vera, ja. Ja, misschien allemaal nog niet zo bekend. Haar oma kent u allemaal waarschijnlijk. Want ja, Vera heeft al heel veel Gambia-ervaring van foto's en plaatjes. Maar Vera is de kleindochter van Christine. Ja, dat is leuk. En nog een opmerking uit het stukje is van, ik wil graag zien hoe wij leven met spullen die er eigenlijk niet nodig zijn. En zien hoe zij leven met spullen. Zo zij kunnen leven met alleen de spullen die zij nodig zijn. Zo stond het erin, maar ja. Ik heb het hieronder staan. Dat is, ik noem hem zo. Ik geef het Sof nog. Sof. Het is Sofie, maar we hebben Sofie en Sofie. En de ene is maar Sof en de andere is Sofie. Sof had inderdaad van de mooi bijstaan. Ik ben gehecht aan mijn telefoon. En ik wil wel eens zien hoe mensen dat daar zonder doen. Tevens tegelijk wil ik zien hoe mensen met zo weinig gelukkig kunnen zijn. En ja, goed, dat terugkomen op een stukje van Vera ook in, wat ik inderdaad, ik denk dat Sof stiekem in de blogs heeft gelezen. En had ik inderdaad vorig jaar gezet, wat ik zelf heel bijzonder vond, is om te zien hoe mensen daar zo gelukkig kunnen zijn met een klein beetje. En wij, met een klein beetje, en niet missen met, dat zij niet missen alles wat ze hebben. Terwijl wij hier ter plekke ons alleen maar druk maken om dat kleine stukje wat we niet hebben. Dus, ja. Ik had jullie naam net genoemd, maar kom zo bij jullie terug. Mag je op het matje. Nog één afwezige, en dat is wel jammer, dat is Ilse. Maar u kent waarschijnlijk allemaal, dat is de dochter van Bert en Helene Lammers. Haar grote broer is vorig jaar mee geweest, Stef. Hij is erg aan het zijn eerst, maar
Zo hoop dat u haar de komende week nog wel in maand wilt spreken in de kerk, want ze vindt het erg leuk en gaat vol trots mee. En ze had vorig jaar, zo ze mij schreef, veel van het project meegekregen van Stef. En dat heeft veel interesse bij haar gewerkt en ze wil zich graag inzetten voor dit geweldige project. Dan gaan we nu verder met Sophie. Ja, kijk, de andere Sof. Wil zelf wel eens zien hoe de mensen daar leven. Na gezien te hebben wat mensen allemaal doen en dan nu zelf de handen maar eens uit de mouwen om ervaring op te doen om nooit weer te vergeten. Marian. Ja. Wil zelf ook wel eens meemaken wat het is om een ander, van aan de andere kant te staan en zelf aan de slag te gaan. Zelf te zien en te kijken en mee te maken hoe het is om daar aan het werk te zijn. En dat lijkt me een hele mooie ervaring. Eindig je mee. Pas maar op, Gambia is net een sigaret. Het stinkt, maar het is ontzettend, en het is ontzettend warm, maar het werkt zeer verslavend. Clarissa. Clarissa is er niet, oei. Nee, is door een vriendin besmet met het Gambia-virus, zoals ze mooi zei. Daar waar iedereen een stukje van 3 regels zou inleveren voor vandaag, vatten zij het samen in maar 6. Laten we vooral samenvatten met een van onze doelstellingen. Het is een project van de gemeente en wij mogen de handen van jullie zijn. Selma wil net als iedereen graag mensen helpen en leren hoe het is om te leven met heel weinig te moeten rondkomen. Een spiegel voor jezelf om te zien hoe verwend we zijn. Robin en Sharon, ik had jullie een stukje net verteld. Nou, Robin kent u allemaal. Misschien Sharon hem een stap naar voren wil doen. Dan Sharon, het zusje van. Maar goed, volg je bij gewoon Sharon, dan noem je niet een zusje van. Nee. De komende acties. Ja, daar wil ik nog graag een stukje mee noemen. We gaan binnenkort weer een mooie talentenveiling organiseren voor u. En hoop dat u daar ook allemaal aan mee wilt werken. Vanaf volgende week zal er weer een mooie flap over in de kerk staan. En dat iedereen zijn talenten weer in wil en mag leven. Dat zal erg mooi zijn. Leuke actie. En dat zal in de jeugddienst van, daar heb ik het daar nu geschreven. 11 oktober hoor ik. 11 oktober is het weer. En er zou dit najaar nog weer een knallende foute disco. Dat zal het laatste weekend van november waarschijnlijk zijn. In pand 43. Dank u wel. Bedankt. Fijn dat we jullie even jullie gezichten ook mochten zien. We gaan samen danken en bidden. Goede God, u hebt ons een aarde gegeven om te bewonen. Een schepping om van te genieten. Natuur, muziek, schoonheid en plezier. U hebt ons dat allemaal gegeven. Dank u wel daarvoor. Dank u voor onze vrienden, familie, buren, kennissen. Wij danken u ook voor al diegenen die ver van ons af lijken te staan. Die vreemd zijn of anders. God, ook zij kunnen voor ons een naaste zijn, een helpende hand. Dank u wel daarvoor. Wij danken u ook voor Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Hij schenkt kracht in onze zwakheid. Hij troost ons in verdriet. Hij vervult wanneer wij in gebreken blijven. Hij is onze naaste bij uitstek. Dank u wel daarvoor. Heere God, wij willen tot u bidden. Laat uw wereld niet uit uw genade vallen. Laat er troost zijn voor de slachtoffers van oorlog en geweld, voor de verdrukten en de hongerigen. God, laat de ellende niet het laatste woord hebben. Toon uw liefde. Toon uw liefde door mensenhanden, door onze handen. Wij bidden voor de eenzame. Wij bidden voor die man of vrouw die psychisch lijdt. Voor hen die het leven moe zijn en die naar de dood verlangen.
Wij bidden voor iedereen die een dierbare heeft verloren aan de dood. Wij bidden voor de mensen die ziek zijn of slechte uitslag hebben gekregen. Heere God, geef hen kracht. Wij bidden ook voor de sterken. Voor allen die steeds weer opnieuw uw liefde en ontferming weten uit te stralen in woord en daad. Wij bidden voor de jongeren die zich voorbereiden op hun reis naar Gambia. Heer, laat hen elke dag putten uit uw liefde. En laat hen zo de weg vervolgen die Jezus ons is voorgegaan. Heere God, wij worden stil. En wilt u in de stilte luisteren naar dat wat ons persoonlijk bezighoudt. Dan bidden wij het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is nu de inzameling van de gaven. De verschillende doelen staan ook in de zondagsbrief, maar ik zal ze ook voorlezen. De eerste inzameling is voor de diaconie. Dat is vooral voor de mensen die het financieel slecht hebben. En de tweede inzameling is voor het job. Dat is het jeugdwerk van de kerk. En bij de deur is er eventueel nog een collecte. Nou ja, de deur, dan moeten we even kijken op waar we dat neerzetten. Dat is de inzameling voor de kerk. En we luisteren tijdens de inzameling ook weer naar Wilhelmina. Thank you.
Mensen. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Amen. Dat heb ik niet afgesproken. Amen allemaal. Ja. Thank you.